Dokter, aan wie behoort het zweet van mijn rug toe? Aan de reet. Het zweet loopt langs de ruggenwervel naar beneden. Volgens de priester behoort het toe aan God. En volgens Peter Mertens behoort het toe aan hemzelf. Die priester en zijn God kan een fabeltje zijn. Die mensen hebben eigenlijk niks te zeggen over uw zweet. En Mertens van de PvdA, dat is een communist. Tuurlijk, voor de communisten behoort het zweet aan iedereen toe. Aan alle dieren. Zoals het beschreven staat in Animal Farm... van George Orwell. Prachtige segue. George Orwell schreef Animal Farm, een sprookje dat een kritiek is op het communisme en ook op het nazisme over totalitaire regimes in 1942. Het was vooral gericht op landen van de Sovjet-Unie. George Orwell mocht natuurlijk Stalin niet rechtstreeks aanvallen, want Stalin was de geallieerde van de geallieerden. Die behoorde niet tot de geallieerden, maar hij was een geallieerde omdat hij tegen de Duitsers vocht. En hij leverde het kanonnenvlees, want er zijn miljoenen Russen gesneuveld, terwijl de geallieerden hun troepen een beetje spaarden, maar ze leverden wel de wapens aan de Russen. Dus Stalin die moest ontzien worden, er mocht geen kritiek op Stalin geleverd worden, en het is daarom dat George Orwell de grootste moeite gehad heeft om dat boekje in die tijd uit te brengen. En wat deed hij? Hij gebruikte een metafoor, hij gebruikte een sprookje eigenlijk, de majoor in zijn verhaal, dat is een oud varken, en dat oud varken, dat staat voor Marx. Majoor Marx. Hij komt met het idee. Zoals Marx met het idee van het communisme komt. Okay. Marx was niet alleen met het idee van het communisme, gaat ook Engels, maar dit terzijde. Marx, het varken majoor, heeft de idee gegeven van iedereen is gelijk, alle dieren zijn gelijk, zegt hij, en het wordt organisatorisch uitgewerkt door Sneeuwbal, dat is Lenin, die dus de Sovjet op de rij zet. Als Lenin sterft, wordt de repressie gevoerd door het dikste varken Napoleon. Hij heeft Stalin Napoleon genoemd, omdat Napoleon ook een massamoordenaar was die miljoenen doden op zijn konto kon schrijven. En dus het varken Stalin in het boek Het Varken Napoleon, die organiseert het land onder de terreur. En die terreur, hij doet dat bij middel van de politie. En de politie bij hem, dat zijn de honden. Bij ons ook. Die hij zelf opgekomen gekweekt heeft. Hij heeft die genomen toen ze nog pup waren. Niemand mocht die zien. En natuurlijk, die zijn afhankelijk van hem. Die verdedigen hem. Zoals de politie nu de elite verdedigt. Omdat het de elite is die hen betaalt. Natuurlijk, de elite betaalt de politie met ons geld. Dan heb je de werkpaarden die de organisatie draaiend houden. Laten we zeggen, dat zijn de gemeentebesturen, de provincies. Natuurlijk, het zijn de mensen die werken. En de mensen, dat zijn alle andere dieren. Het zijn veelal schapen. Het zijn meestal schapen. Die blaten allemaal na wat ze door de propaganda opgedrongen krijgen. 2 voeten slecht, 4 voeten goed. Zoals er nu mensen zijn die zeggen gevaccineerden goed, niet gevaccineerden slecht. De schapen die zeggen 2 voeten slecht, 4 voeten goed. Wat vinden de kippen daarvan? De kippen hebben wel 4 voeten. Ze hebben 2 poten en 2 vlerken. En die vlerken die beschouwen wij ook als poten. 4 voeten goed, 2 voeten slecht. De varkens, die gaan in het huis wonen van de boer, van boer Janssen. Jones. En ze beginnen zich te kleden gelijk de mensen, in het bed van de mensen te slapen. En ze beginnen zich te gedragen gelijk de mensen. Dat is natuurlijk in het communistisch regime de nomenclatura. Ze waren tegen het Westen, maar de nomenclatura, die hadden speciale winkels waar ze westerse producten kunnen kopen. Terwijl de gewone massa op hun kin mochten kloppen. Allemaal die een oostblokrol mochten kopen. Als die al aanwezig was. Maar de nomenclatura, die zoveel kritiek had uiterlijk op het Westen, die gedroegen zich zoals de westerse elite. Daar was geen verschil toen het Sovjetregime ineengestort is. En wel, die nomenclatura, dat zijn de nieuwe rijken geworden en dat is de elite geworden. Maar om op George Orwell en zijn boerderij terug te komen, op een dag beslissen de varkens, eigenlijk de mensen, die hadden toch een goed leven. Wij zullen ons als mens gedragen en ze gaan op hun achterpoten lopen. En dan dringen ze de schapen op. En de schapen, die zijn zo dom, die beginnen de nieuwe slogan te blaten. 4 voeten slecht,
Twee voeten goed, waar ze enkele tijd voordien het omgekeerde gezegd hadden. Zoals bij ons, mondmaskers slecht, zei Van Gucht. En een maand daarna zei, mondmaskers goed. Eigenlijk is dat van 80 jaar geleden nu van toepassing op de huidige toestand. In zijn nawoord zegt hij dat er dingen niet mogen besproken worden, zoals de patentenpolitiek van de farmaceutische firma, van de Kongxi. Ik wist niet dat jij Chinees sprak. Ik kan mij uit de slag trekken in China. Als ik daar bij een dame ga, doe ik zo. En dan weten ze dat ik honger heb. Is het in China of is het in Jacamaca? Je moet maar intelligent zijn. Toen Sneeuwbal de macht nam, kwam hij af met de slogan: alle dieren zijn gelijk. Ja. En later werd dat veranderd naar: alle dieren zijn gelijk, maar er zijn bepaalde dieren die nog meer gelijk zijn. Het is democratisch begonnen. Alle mensen zijn gelijk. En het is elitair geëindigd. Alle mensen zijn gelijk, maar daar zijn mensen die dus meer mogen doen dan andere mensen. Een gewone mens, als die zijn vrouw bedriegt, dan komt dat in de gazet. Dat komt niet in de gazet. Als een zanger dat doet, dan weet iedereen dat. Maar als premier De Croo met een Italiaanse pornoster wil aanpappen, dan zwijgt de pers. Dan leest je dat nergens, behalve in een speciale Vlaamse pers die spijtig genoeg door weinig mensen gelezen wordt. De elite wordt altijd op een voet. Die mogen altijd een beetje meer. Toen er een prins van koninklijke bloede een pater doodgereden heeft. Ik spreek u van in de jaren 60. Was dat prins Albert II? Ik ga het niet zeggen, want het is te delicaat. Maar hij kwam met een stuk in zijn kloten om 8 uur 's morgens in Laken. En diene pastoor, een hele bekende, de Waalse moeder Theresa, maar dan in het mannelijke. L'abbé Froidure. De prins kwam het 's morgens naar Laken. En l'abbé Froidure ging de eerste mis opdraaien. Boom! Auto van de prins op l'abbé Froidure. En l'abbé Froidure ging naar de hemel bij zijn schepper. Nadat hij eerst een tijdje in het wagenvuur verbleven had. Die pastoors en die paters, die durfden ook al een keer een scheve schaats rijden. Maar dat werd stilgehouden. Van de prins geen kwaad. Dat is een uitdrukking. Maar goed, Animal Farm, is het een aanrader? Het is zeker een aanrader, Animal Farm, in het Nederlands, voor mensen die geen Duits kunnen lezen. Dat is dierenboerderij, dat is in alle bibliotheken te vinden. Is een klein boekje, 10 hoofdstukken, een kleine 90 bladzijden. Er is ook een tekenfilm die geen 90 minuten duurt. 90 bladzijden, dat duurt ook geen 90 minuten om dat te lezen. Maar ze kunnen ook de tekenfilm zien, maar de tekenfilm heeft niet het nawoord. Bij George Orwell is altijd het nawoord het interessantste van een boek. Bij 1984 legt hij in zijn nawoord de nieuwspraak uit. Ik denk dat we hier al een les over gegeven hebben. En hier legt hij het communistisch systeem uit, maar niet in een sprookje, maar met feiten. Als je geen tijd hebt, kijk naar de film. Ik zal hem zelf een keer bekijken. Is het goed gemaakt? Maar dat is niet slecht. Een sprookje is nog gemakkelijk te verfilmen. 1984 hebben ze ook een film van gemaakt. Of ik denk zelf 2 films. Ze hebben een film gemaakt met John Hurt. Die is oké. Dat is niet goed, omdat het een dystopie is. En in die tijd, toen men die films maakte, kon men nog niet zo met computergestuurde beelden en manipulaties doen. Nu zou dat veel beter gaan om zoiets te verfilmen. En ik hoop dat ze 1984 nog kunnen verfilmen. Ik zie u nee zeggen. Nee, die film is gemaakt in 1984 met de technologie van 1984. Veel verder is de technologie niet in het boek. Dat is waarom dat jij zegt dat het geen science fiction is. Er is geen nieuwe technologie. Het is niet gelijk Jules Verne. Ja, en uw kinderboerderij. Is dat sci-fi? Sci-fi is soms ook sprookjes. Het is een sprookje voor volwassenen. Alhoewel er geen seks in voorkomt. Ik weet wat jullie willen, maar seks? Nee, ik denk toch niet. Het is eigenlijk meer science fiction dan 1984. En ik kan het weten, want ik was ondervoorzitter van de Vlaamse kring voor science fiction in de jaren 60. Dank u wel voor deze les. De volgende keer leren we origami. Het Russisch voor orgasme. Origaski.